Zou je wat tegen een toekomstige nieuwe collega willen zeggen in de camera? Ik heb er zin in dat er een nieuwe collega komt en ik zou je graag een keer mee willen nemen om de kneepjes van het vak te leren en dan te zien dat je zo snel mogelijk alleen op pad kunt. En jij bent sprayer, wat is er leuk aan sprayen? Nou, ik vind ten eerste de vrijheid en je hebt eigenlijk helemaal je eigen planning, je eigen klanten. Je zit gewoon op je mobiel en je app kun je zien waar je heen moet en je mag je bus mee naar huis nemen. Is het zwaar werk? Nee, het is niet zwaar. Het is, je kunt het zelf heel zwaar maken als je het moeilijk doet, maar als je gewoon verstandig werkt en niet gaat heisteren, dan is het gewoon goed werk, maar het is wel doorloop. Is het een beetje gezellig met collega's? Ja, het is altijd gezellig. Ik bel meestal in de bus even met één of twee collega's en dan klets je even wat over je dag. Ja, we gaan vrijdagmiddag tegenwoordig doen we hier wat drinken als we klaar zijn. Dus dan zijn we allemaal redelijk op tijd bij de zaak en dan drinken we met elkaar wat en eten we een snackje en dat is ook leuk. Daar hou ik van. En ben je een nummer hier? Nee, absoluut niet. Dat merk je ook, want je hebt een goed salaris en goede voorwaarden. We hebben telefoon van de zaak, waar we de bus mee nemen. Nou, dat is wel heel wat anders dan dat je een nummer bent en daar is alleen maar naar CAO kijken.